27 hearts beat. Het is je boy Easy Man. Je kijkt weer naar een gloednieuwe video. Samen met Ori en Randy aka Dirk deed ik mee aan de 3 vs 3 WK voetbal in Rotterdam. Online sokkenmanager speel ik heel vaak. Is dat een goede training? Wacht, ik laat het je snel zien. Ik ben master en daarna vertel ik jou hoe je het shirt van Lewandowski kan winnen. Easy man. Voetbalmanagement spel met alle competities en clubs en echte spelers. Wat je ook kan doen is een eigen competitie starten tegen je vrienden. Over 3 dagen speel ik mijn volgende wedstrijd tegen Liverpool. Dus ik heb nog genoeg tijd om een goed team neer te zetten. Welke selectie spelers heb ik allemaal? Nou sowieso, ik heb Newcastle United. Ik speel altijd 4-3-3. Maar vandaag zal ik een beetje gek doen. Ik doe gewoon 4-4-2. Ik zet Colback op 10. Ik moet Willems in de basis zetten. Willems is een goede speler. Saint-Maximin in de spits. Maar wie ik niet zo goed vind, ik zeg je eerlijk, dat is die Dumet. Ik weet niet van waar hij komt, van Wils. Maar die mag lekker op de bank hoor. Ik ben benieuwd hoe we het gaan doen tegen Liverpool. Maar met Willems in de basis en Jolinton van Brazilië, ja, dan moet ik toch zeker winnen. Ja, easy man. Je kan ook spelers kopen van een transferlijst. Kijk, je hebt hier Lewandowski. Zo, hij is duur man. Oké, ik zal nu mijn tactiek zetten. Deze tactiek werkt voor mij altijd. Dus mijn speelstijl is van afstand schieten. Mijn aanvallers blijven altijd voorin. Mijn middenvelders blijven in positie. En mijn verdedigers, die vind ik dat ze achterin moeten blijven. Ik zet pressie om mijn tegenstander vast te zetten. Mijn stijl om te spelen is heel aanvallend. En de baltempo zet ik heel hoog. Dit is mijn tactiek en zo win ik altijd bij Online Soccer Manager. Oké, genoeg afgeleid. Terug naar het WK. Ja, Online Soccer Manager was de beste voorbereiding voor mij. Daardoor ben ik wereldkampioen geworden. Wil jij nou dat shirt van Lewandowski met handtekening winnen? Dit is wat je moet doen. 1. Tag 3 vrienden. 2. Download Online Soccer Manager. En 3. Zet de manager name in mijn comments. En natuurlijk 4. Moet je like en subscribe Easyman TV doen. En tot de volgende video. Dan zie ik jullie snel. SO naar jullie. Bang, bang.